Jane Hillary, allereerst van harte welkom. Ja, hoe voelt het om hier te zijn? Ja, dankjewel. Het is een heel fijn gevoel. Sinds de eerste keer dat ik hier binnenkwam, heeft iedereen me gewoon een warme welkom gegeven. En ik ben blij dat het nu eindelijk rond is. Want je bent hier een aantal weken op proef geweest. Hoe was dat voor jou? Ja, het was heel erg goed. Ik denk dat ik goed in de groep ben gevallen. De trainingen zijn goed gegaan en gelukkig hebben we dan snel gehandeld en sta ik nu hier. Je hebt er een tijdje uitgelegen vanwege een kruisbandblessure. Ja, hoe is het daar nu mee? Hoe is het met jouw herstel? Ja, het gaat goed. Ik ben fit genoeg om alles te doen. Ik heb mijn eerste oefenwedstrijd erop zitten. En alles gaat goed. Geen reacties na trainingen. En het gaat allemaal goed. Dus over het algemeen, hoe fit ben je? Ja, ik ben naar eigen zeggen gewoon 100% fit. Het is natuurlijk, ik moet mijn debuut nog maken bij het eerste. En weer terug in de Eredivisie komen. En dan gaan we gewoon zien hoe dat gaat. Je hebt lang gespeeld bij Willem II en nu dan bij Heerenveen. Ja, wat wist je al van de club? Dat het een hele warme club is. Dat het een club met heel veel ook talent is. En heel veel jongens die eigenlijk het voetbal willen spelen, die ik ook wil spelen. En ik ben gewoon super blij om hier te zijn. Mooi stadion, mooie fans. En Hoe zou jij jezelf als speler omschrijven? Ik denk dat ik een snelle speler ben met een actie, met een voorzet, technisch. En ik kan ook wel scoren. En ik hoop dat natuurlijk ook voor Heerenveen te doen. En zodoende. Je hebt bij Willem II lang samengespeeld met Mats Keulert. Heb je nog van tevoren met hem erover gehad, over Heerenveen? Ja, ik zei tegen hem dat ik mee zou trainen. En toen belde hij me meteen op en was natuurlijk super blij voor me. En met Mats ben ik altijd goed geweest, nog steeds. We zijn samen bij Willem II natuurlijk gekomen. En eigenlijk sindsdien gewoon is de band heel erg goed tussen ons geweest. En het is gewoon leuk om weer met hem samen te spelen. Cameraman, hoe gaat het? Deze vind ik ook mooi trouwens. Wat voor contract ga je ondertekenen? Allereerst tot het einde van het seizoen. Ik wil heel graag heel veel spelen. En als het goed is, dan voor 2 jaar nog erbij. En ik heb er super veel zin in en ik kan niet wachten. Zin in om de wedstrijd te gaan spelen hier in het Abellense Stadion? Ik heb heel lang niet gevoetbald natuurlijk in het stadion. En ik ben natuurlijk gewoon super trots om hier te staan. En ik wil iedereen gewoon laten zien wat ik kan. Fantastisch.